welkom bij deze video. Ik heb er weer super veel zin in, want we gaan oogluks maken met het nieuwe James Charles in samenwerking met Morphe paletje. Ik heb zo mijn best gedaan om dit paletje in handen te krijgen. De eerste keer dat hij kwam, stond hij een uur online voordat ik hem ging bestellen en toen was hij gewoon al uitverkocht. Kennelijk was hij echt al uitverkocht binnen 5 minuten of zo. Dus ik was zwaar te laat. De tweede keer had Morphe geplaatst hoe laat hij weer online zou komen. Dus ik heb letterlijk mijn wekker gezet en heb hem 10 minuten gekocht. En nou heb ik hem. Ik ben er super blij mee. Dit paletje is 40 euro. Als je kortingscode James gebruikt, heb je ook nog eens 10% eraf. Dus ik heb iets van 38 euro betaald volgens mij. En ik heb hem gewoon van de Morphe website. Hun verzenden gewoon naar hier, dus dat is geen probleem verder. En ja, ik ben echt benieuwd om dit paletje te maken. Voor de mensen die James niet kennen, dit is hij dus. Ik denk dat iedereen hem al kent. Hij is een jongen op YouTube en op Instagram. En hij maakt ook gewoon beauty video's. Hij heeft al ruim 10 miljoen abonnees, dus hij is al super groot. Hij is ook nog heel jong. Hij staat vooral bekend om dit soort ooglooks. Hij houdt van heftig en kleurrijk. Totally in my lane, want ik ben ook van heftig en kleurrijk. Dus zijn make-up looks vind ik persoonlijk altijd super super leuk. En daarom wilde ik dit paletje. Het is een heel groot paletje met super veel kleuren. Echt letterlijk elke kleur zit hierin. Dus ja, ik moest hem gewoon echt hebben. Dus ben je benieuwd naar dit paletje? Blijf vooral even kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Oké, nou als je hem dus binnenkrijgt, komt hij dus zo binnen. Hier staat Morphe X James Charles. En dan gewoon deze look. Hierachter staat nog een leuk tekstje van hem. En zijn motto qua dit paletje is ook echt unleash your inner artist. Dus dit paletje is echt gemaakt om dit soort looks te maken. Maar hij heeft ook genoeg alledaagse neutrale kleuren erin gedaan. Dus zulke looks kun je ook maken. Ik ga dus vandaag en een heftige look maken en een alledaagse look. Dus ik ga 2 looks maken. De enige keer dat ik meerdere looks heb gemaakt in 1 video is mijn vorige kerstvideo. Waarin ik 3 looks heb gemaakt. Dat kostte super super veel tijd. Want ik maak ook altijd heftige looks. En ondanks of ik er nou 1, 2 of 3 in een video maak, ik raffel niks af. Ik ben echt voor kwaliteit en ik wil ook echt goede looks maken. Dus ik wil nou ook 2 goede looks maken. Dit paletje is dus zoals ik net al zei, vooral voor heftige looks. Maar ik weet dat veel mensen dat niet doen en ook gewoon voor alledaagse looks willen gaan. Dus ik wil ook laten zien dat je zeker ook een alledaagse look met dit paletje kunt maken. Vandaar dat ik dus 2 looks ga maken. Ik ga eerst beginnen met een heftige look en dan de alledaagse look. Want ik ga zo meteen naar de beeld en dan kan ik gewoon gelijk die alledaagse look erop houden. Ik ga even dit paletje openmaken. En zo ziet hij eruit. Hij is mat zwart en Morphe en zijn naam zijn glanzend. Achter is gewoon zwart. Kijk al deze kleuren mensen. Hier heb je een sheet met alle namen erop. Alle namen zijn van die soort woorden die hij altijd zegt. Dat heeft hij allemaal in zijn video uitgelegd. En dit zijn alle kleuren. Zoals je echt ziet, echt super veel heftige kleuren. Maar ook heel veel alledaagse. Hij heeft dus in zijn video verteld dat hij deze middelste rij heeft gedaan voor de alledaagse kleuren. De transitiekleuren. Een wit, een zwart. En de rest is een beetje meer heftig. En hier ook meer alledaags. Dus zoals je kunt zien, kun je hier heel veel looks mee maken. Volg me vooral ook op Instagram. Want ik ga hier zeker meer looks mee maken. En die plaats ik dan allemaal op Instagram. Ik heb in veel video's ook gezien dat mensen dit paletje ook helemaal swatchen en zo. Ja, ik ga niet nog helemaal swatchen. Kost te veel tijd. Ik weet ook niet of het echt nut heeft voor mij om te gaan swatchen. Ik denk dat jullie het gewoon willen zien op de ogen. Mocht je nou iets hebben van nee, ik wil als je dit soort video's maakt echt dat je ze eerst swatcht. Laat het me even weten. Want als mensen echt willen dat ik gewoon swatch, dan ga ik dat gewoon voortaan doen. Maar voor nu dus even niet. Hij heeft ook in zijn video verteld dat heel veel pressed pigments zijn. Pressed pigment is een ander soort oogschaduw. Het is dus letterlijk een gepreste pigment. Dus de pigmentatie die in de oogschaduwen zit normaal, zijn dus nou extreem en gewoon ploep geprest in deze rondjes. Dat betekent dat de kleuren kunnen afgeven op je oog. Vooral deze roze kleur staat er bekend om. Dus wees niet bang daarvoor. Het is heel normaal als de kleur nog een beetje op je oog achterblijft als je het al eraf hebt gehaald. Pressed pigments. Hij heeft ook verteld dat het belangrijk is dat je je ogen primt met de MAC Soft Paint blablabla. Pot of hoodie primer ook heet. Ik heb die niet, dus ik ga gewoon eentje gebruiken die erop lijkt. Ik pak mijn Emit primer om mijn ogen te primen. Deze lijkt dus heel veel op die van MAC die hij dus altijd gebruikt. En dit breng ik gewoon aan op mijn hele ooglid. By the way, ik kan niet verder inzoomen op mijn gezicht. Ik weet dat het fijner is als ik een ooglook maak, als ik meer inzoom op mijn oog. Maar deze camera kan niet inzoomen. Dus ik ben van plan om een aparte camera te gaan kopen om te kunnen inzoomen. Maar dat komt dus nog. Oh god, ik besef me net dat mijn camera gewoon niet aan stond terwijl ik die kleur al heb aangebracht. Ik heb deze donkere paarse kleur aangebracht. Dat is de kleur Escape. En met een platte fluffy kwast heb ik die gewoon zo in mijn crease gedrukt. Letterlijk gedrukt, niet echt geveegd of zo. Want met pressed
pigments is het ook handiger om te drukken. Want het zijn echt pigments. Dus als je wilt dat ze goed en fel worden, is het handiger om te drukken. En die heb ik gewoon zo in een rondje gedrukt bij allebei de ogen. Nou pak ik de kleur ernaast. Deze iets lichtere paarse kleur. Die heet Single. En daarmee ga ik over die hele paarse rand om het een beetje te blenden. En ik maak gewoon van die hele kleine rondjes helemaal over die lijn heen. En dit doe ik by the way met zo'n penseelkwastje. Dat was ik even vergeten te vertellen. Dan pak ik deze beetje oranje roodachtige kleur. Die heet Rusted. En dan pak ik een heel klein fluffy kwastje. En daarmee ga ik ook weer over de randen om het nog beter te blenden. Ik ga weer over gewoon die rand van de tweede paarse kleur die ik heb gebruikt. En ik maak weer van die rondjes om het mooi te blenden. En het een beetje meer vervaagd te maken in plaats van zo'n rechte streep. En doordat je nou een oranje kleur mengt met paars, wordt het een beetje roodachtig. En dan pak ik deze echte oranje kleur. Die heet 518, dus echt letterlijk 518. En met dezelfde kwast als net ga ik daarmee ook weer langs de rand om het allemaal nog beter uit te blenden. Ja, dit wordt echt een heftige look. Ik pak nou weer die iets lichtere paarse kleur, Single. En daarmee ga ik een beetje het paars terugbrengen. Want het is een beetje vervaagd door al die andere kleuren. En ik zie ook echt dat als ik die kleur echt zo blend met zo'n fluffy kwast, het een beetje weggaat. Dat is dus wel echt een nadeel aan pressed pigments. Je moet ze echt druk. Want als je dus dit doet, wordt het een beetje patchy. Maar ik ga zo meteen terug erin en ze daar gewoon opdrukken. En dan is alles weer goed. Dan ga ik een beetje opruimen met dit doekje. Doe ik zo mijn nagel erin. En dan maak ik hier zo een rechte streep. Dan pak ik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige om een halve cut crease te maken. Dan pak ik deze donkerblauwe matte kleur, die heet Cola. Die heeft hij zo genoemd omdat hij van cola houdt. Dat weet ik toevallig, heb ik gezien in zijn video. En deze kleur ga ik in de buitenste hoek aanbrengen. En dan een beetje blenden de hoekjes. We hebben het hier al opgeruimd, maar het maakt in principe niet uit als je daar weer overheen gaat. Want je kunt het gewoon altijd weer opruimen. En dan met een fluffy kwast ga ik het een beetje zo naar buiten blenden. Ik heb weer alleen maar die blauwe kleur gepakt, cola. Dan pak ik een beetje van deze zwarte kleur. Het is gewoon een matte zwarte kleur, die heet Spooky. En met die kwast van net, gewoon die fluffy kwast waarmee ik die blauwe ook heb uitgeblend, ga ik die zwarte kleur ook een beetje aanbrengen in de buitenste hoek om het allemaal iets donkerder te maken. En ik duw en blend. Ik duw steeds erin en ik blend gelijk uit. En ik blend zo naar buiten. Doordat het dus pressed pigments zijn, zijn ze wel echt een stuk moeilijker om mee te werken. Dus als je echt een beginner bent qua make-up, raad ik dit paletje niet zozeer aan. Omdat je echt meer moet blenden, beter moet blenden. Het komt veel kleur in één keer. Het is allemaal gewoon echt iets moeilijker. Dan pak ik deze donkergroene kleur. Of ja, donkergroen. Dat is gewoon groen. Die heet Daddy. Dit is ook een matte kleur en die ga ik naast deze blauwe kleur indrukken. Ik maak mijn kwast by the way niet nat. Dat doe ik echt alleen maar bij glanzende kleurtjes. Kijk hoeveel kleur er echt gelijk van afkomt. Dit paletje is in ieder geval echt super qua kleur. Dan pak ik weer deze oranje kleur. En die ga ik naast die groene kleur aanbrengen. En ik druk het erop. Ik veeg niet, gewoon echt drukken. Oeh, deze oranje kleur en groene kleur willen niet echt samenwerken. Kijk, kunnen jullie dit zien? Die groene kleur wil niet echt meeblenden. Hou daar gewoon zitten hoe die is en that's it. Ik ga deze oranje kleur ook helemaal naar mijn binnenste ooghoek brengen. Dan pak ik weer een beetje van die groene kleur. En dan ga ik proberen om die oranje en die groene kleur een beetje als een iets mooiere overgang te krijgen. Want dit ziet er zo niet uit. Oh, het is echt een struggle om die groene en oranje kleur te mengen. Oh my god, dit lukt gewoon bijna niet gewoon. Ik ga even deze felgroene kleur pakken, Social Blade. En die ga ik tussen de oranje en de groene kleur doen. Even kijken of dat het een beetje kan helpen mengen met elkaar. Ik weet niet of dit iets wordt. Ik druk het er gewoon zo in en ik doe een beetje blenden. Ja, op zich heeft het wel een heel klein beetje nut. Nou ja, ik ga het gewoon zo laten. Echt, I don't care. Het wil niet lukken. Ik pak even mijn NYX Matte Liquid Eyeliner om een hele heftige wing te maken. Oké, de wing is gemaakt. Nou ga ik het weer een beetje opruimen hier. En ik doe dit gewoon weer net als net. In principe had ik dit net helemaal niet eens hoeven te doen. Je kunt ook gewoon wachten tot nu. Want nu heb ik het een beetje twee keer gedaan.
Ik vind deze look zo lelijk niet te doen. Ik ga even mascara doen en nep wimpers en mijn gezicht. Kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Mijn hele gezicht is gedaan, behalve nog mijn lippen. En ik ga even mijn ogen afmaken op de onderste wimperrand. Ik ga eerst mijn Sugar Cosmetics oogpotsenloodje gebruiken om het in mijn waterlijn te doen. Om het helemaal zwart te maken in zowel de onderste als de bovenste waterlijn. En dan pak ik de zwarte kleur Spooky in het paletje. En die ga ik mijn onderste wimperrand indrukken slash vegen. Ik druk eigenlijk veeg. Dat is een beetje hoe ik dat altijd doe. En dan pak ik weer die donkerblauwe kleur Cola. En daarmee ga ik over de zwarte rand heen. Pak ik mijn Essence The False Lashes mascara. Die ik like altijd gebruik. Voor mijn onderste wimpers. Die heb ik ook gebruikt voor mijn bovenste wimpers. Oh ja, de nep wimpers die ik op heb zijn de Jasmine van Queen Tarsi. Dan pak ik deze hele mooie champagne glanzende kleur. Die kun je ook als highlighter gebruiken. Oh shit, dat had ik nou moeten doen eigenlijk. Maar ja. Deze kleur heet Face. En die ga ik hier in mijn binnenste ooghoek aanbrengen. Ik doe even een lichte nude kleurtje omdat de ogen al heftig zijn. Dit is de Huda Beauty Demi Matte Liquid Lipstick. In de kleur Shio. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Oké, wat vind ik van deze eerste heftige look? Het is niet zo mijn ding. Ja, ik vind de kleuren super gepigmenteerd. Super mooie kleuren. Moeilijk om mee te werken, dat moet ik wel echt erbij zeggen. Want ik ben een persoon die dit soort looks heel vaak maakt. Ik maak heel vaak heftige looks. Kun je ook zien op mijn Instagram, in mijn YouTube video's. Heftige kleurrijke looks is mijn ding. Maar pressed pigments zijn toch wel een beetje vervelend. Ook hier die gele en die groene wilden gewoon niet blenden. Die paarse kleur blende ook een beetje weg. Maar ik denk dat ik de look gewoon niet zo vind. Ik had iets in mijn hoofd, maar dat is het niet echt geworden. Het is allemaal iets donkerder dan dat ik, wauw, deze oog traat nou omdat er iets in zit. Maar ik vind het paletje niet slecht. Is dat raar? Ik vind gewoon de look niet zo mooi of zo. Ik ga de tweede look maken. Misschien dat dat beter gaat. Want dit... Nee. Hallo iedereen, dit is Sarah van In de Toekomst. Ik ben op dit moment deze video aan het editen. Ik wil toch even laten weten, ik heb nog een look gemaakt met dit paletje de volgende dag. Ik zal die even hier in beeld brengen. Die ging een stuk beter. Ik heb ook hier gewoon mijn normale technieken gebruikt in de look van net. Ik heb niet mijn normale technieken gebruikt. Ik weet niet waarom, maar dat heb ik niet gedaan. En ik heb gewoon niet de beste kleuren gekozen om samen te brengen. Dus het ligt ook een beetje aan mij dat deze look niet zo goed is geworden. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Het lag niet zozeer aan het paletje. Ik sta nog wel achter mijn mening dat het paletje echt pressed pigments super gepigmenteerd en zeker moeilijker om mee te werken. Dus ja, je moet ervan houden of niet. Als je echt houdt van veel kleur, veel pigmentatie, maar iets moeilijker om te blenden en al die dingen, dan is dit het paletje voor jou. Heb jij iets van, ja nee, ik hoef niet per se zoveel kleur. Ik wil gewoon makkelijk snel kunnen blenden, snel een look kunnen maken, hupsakee. Dan is dit misschien niet het beste paletje voor jou. Oké, nou die look is eraf. Ik heb nou weer niks op. Ik zie hier ook weer dat de groen nog een beetje erop zit, maar dat is dus absoluut normaal. Ik ga nou een meer neutrale, nog wel glam look maken, maar het is meer neutraal. Ik heb ook even geen highlighter op meer, want ik wil die ene kleur in het paletje gebruiken als highlighter. Oké, ik ga nou eerst beginnen met deze een beetje bruin-oranje transitiekleur. Die heet Code James. En met een grote fluffy kwast ga ik die in mijn hele elkaarboog doen. En dit wordt een beetje mijn transitiekleur. Dan pak ik die bruine kleur ernaast. Die heet 10% Off. En met dezelfde fluffy kwast ga ik die ook in mijn elkaarboog doen als transitiekleur. Maar dan een beetje onder die andere kleur. Wauw, deze twee kleuren zijn mooi, man. I like it. Ook zo samengeblend. Heel mooi. Kijk, zo moeten twee kleuren blenden. Niet als die gele en als die oranje en groene van toen straks. Dan pak ik die bruine kleur weer daarnaast. Dit is een meer chocoladebruinachtige kleur. En die heet No Beans. Dit is ook gewoon een matte kleur. En die ga ik hier in mijn buitenste ooghoek erin drukken en blenden. Om de hoek iets donkerder te maken. Wat me ook echt opvalt is dat de kleuren in het paletje ook echt de kleur zijn op je oog. In sommige paletjes is dat niet. Dan zie je een bepaalde kleur in het paletje en dan breng je het aan en dan is het echt van... Dit is niet hoe het eruit zag in het paletje. Nu ga ik weer dezelfde concealer pakken en ook weer een halve cut crease maken. Net als bij de vorige look. Dan pak ik deze hele mooie, een beetje goud champagne kleur. Die heet So Good. Ik maak mijn kwast nat met fixing spray. En deze breng ik aan op mijn hele ooglid waar ik de cut crease heb gemaakt. Ik ga deze glanzende champagne kleur pakken. Die heet Face. Die is ook bedoeld als highlighter. Dus die zal wel wat heftiger zijn. En die ga ik er overheen aanbrengen. Ik weet niet of dat nut gaat hebben. But we will see. Ik zie niet echt verschil. Nee.
Dan pak ik weer die donkerbruine kleur No Beans om hier de buitenste hoeken een beetje in te blenden met deze gouden kleur. Ik gebruik weer die kwast die ik daarnet ook had gebruikt. Dan pak ik van Huda Beauty de Vixen lippotlood, maar die ga ik in mijn waterlijn doen. Ik doe heel vaak lippotloodjes gewoon in mijn waterlijn. Dit is een hele mooie donkerbruine kleur. Het is een beetje een roodbruine kleur. En dan pak ik weer die donkerbruine kleur en die doe ik ook op mijn hele onderste wimperrand. Ik breng hem ook best wel laag aan. Ik doe het echt super smoky. Vergeet ook niet te connecten hier met de rest van de oogschaduw. Dan pak ik mijn Maybelline High Precise All Day Eyeliner Pen. En dan ga ik een eyeliner lijntje maken. Ik maak geen wing. Ik maak echt alleen de lijn. En ik maak hem ook een beetje dik. Dus ik breng hem best wel hoog aan. Dan een beetje mascara en nep wimpers. Ben ik weer zo bij jullie terug. Oké, wimpers zitten erop. Je kunt de lijm nog wel zien. Maar die is nu aan het opdrogen. Ik heb van Velvet Studio de Sheba Lashes op. Super mooi. Dan pak ik weer mijn paletje. En dan pak ik deze champagne kleur weer. Die highlighter kleur. Die heet Face. En die ga ik ook weer hier in mijn binnenste ooghoeken doen. Ik ga hem ook als highlighter gebruiken. Dus ik ga hem ook zo hier op het puntje van mijn neus doen. En als een lijn op mijn neus. Onder mijn wenkbrauwen. En ook gewoon echt als highlighter. Oh, mooi. Deze is heel mooi als highlighter. Ik vond dat in zijn video ook al. Ja, I really like this. Omdat ik zo wegga, wil ik ook gewoon mijn lippen een beetje nude houden. Dus ik pak gewoon weer die van Huda. Net als die bij de vorige look. Deze staat echt overal bij. En dit was dan de tweede look en ook de laatste look. Oké, dit was dan de tweede look. Ik vind deze look super, super mooi. Dit is echt mijn ding. Ik hou van bruin en goud. Ik hou van bruin en goud. Dit paletje, ja. Ik weet het niet, mensen. Misschien omdat hij zo overhyped is, had ik gewoon misschien te hoge verwachtingen. Ik vind hem niet die hele heftige hype waard. Ik weet dat James Charles is een hele grote YouTuber. Daarom is ook echt de hype. Af en toe is de hype gewoon meer voor de persoon die het maakt dan voor het paletje echt of voor het product. Ik vind hem niet zo, zo goed. Het is niet het beste paletje die ik ooit in mijn leven heb gebruikt. Maar zo wordt hij wel overhyped. Ik vind hem er prachtig uitzien. Je hebt letterlijk elke kleur die je maar kunt bedenken. Ook deze look is weer heel mooi gelukt. Die eerste look lag ook een beetje aan mij. Was niet zo mijn ding. Ik ga het paletje wel zeker vaker gebruiken voor meerdere looks. En ja, iets meer ermee spelen en een beetje kijken en oefenen wat ik er toch van vind. Voor een beginner raad ik hem niet aan. Voor iemand die al wat vaker make-up doet of meer van dit soort looks maakt, raad ik hem wel aan. Je kunt er wel mee werken. Het is niet super, super absurd moeilijk. Maar vind ik hem nou echt die hype waard? Vind ik hem echt top en geweldig? En raad ik hem iedereen aan? Niet echt, eerlijk gezegd. Ik ben niet echt de persoon die gewoon met de hype mee wil gaan en dan ook maar gewoon zeggen dat hij geweldig is. Nee, ik wil wel gewoon echt mijn eigen mening geven. Dus ja, dat is gewoon wat ik ervan vind. Laat me weten wat jullie van deze looks vonden en wat je vond van het paletje. En dan plaats ik hier weer twee video's die je kunt gaan bekijken van mij en mijn hoofd om te kunnen abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!